De kinderopvang is wettelijk verplicht om elke gevaarssituatie te melden aan kind en gezin. Onder gevaarssituatie verstaan we elke situatie waarbij dat de fysieke of de psychische integriteit van een kind in gevaar is of in gevaar zou kunnen zijn. We denken bijvoorbeeld aan een baby die overlijdt tijdens de slaap. We denken aan een peuter waarbij dat een breuk van het bovenbeen wordt vastgesteld. Nog de opvang, nog de ouders kunnen hiervoor een verklaring geven en het vermoeden van kindermishandeling rijst. Wat geen gevaarssituatie is, dat zijn eigenlijk de kleine letsels. Waarvoor je een duidelijke verklaring kan geven en waarvan het kind eigenlijk achteraf goed herstelt. We denken bijvoorbeeld aan een schaafwonde, we denken aan een kind dat op de mond valt en de voortanden verliest. Als de kinderopvang twijfelt over het al dan niet moeten melden van een bepaalde situatie, dan raden we aan om contact met ons op te nemen en samen met de opvang kijken we dan of het gaat om een gevaarssituatie, ja dan nee. Als er een gevaarssituatie binnenkomt bij kind en gezin, dan gaat de gevaarcoördinator in eerste instantie een risicoanalyse doen. Hij vraagt centraal is van, is de veiligheid van de kinderen in die opvang nog wel gegarandeerd? Daarna gaat kind en gezin de opvang vragen naar de exacte feiten. En gaat er ook gevraagd worden welke maatregelen al genomen zijn. Kind en gezin is altijd bereid om advies te geven aan de kinderopvang in geval van gevaarssituaties. Als achteraf blijft dat er bijkomende maatregelen moeten genomen worden, kan kind en gezin deze opleggen.